Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. En het wordt weer tijd voor de Putty Planets. Dit is de ene laatste aflevering, want we hebben nog maar twee planeten over die we willen laten zien. Van de klei-slijmplaneten van Out of the Blue. En we gaan gelijk eens eventjes kijken. Dit is trouwens voor kinderen vanaf 5 jaar. Vandaag hebben we hier de Neptunus, een blauwe planeet. Een klei-slijmplaneet. De kleur ziet er weer heel cool uit. Eigenlijk zoals altijd wel. Het is als een soort van verrassingsei. En dit ziet er ook heel cool uit. Kijk, Neptunus. Het wordt iedere keer weer heftiger. En het voelt een beetje aan als een soort mengsel tussen intelligente klei en slijm. En die kleur is weer heel mooi. Super cool. Diepzeeblauw. We hebben zoveel kleuren hier. Ik vind het echt hartstikke leuk. Ik vind het ook heel leuk om iedere keer die soorten slijm te laten zien. En kijk dan hoe cool het glanst. En je kunt hem nog een beetje rekken, zoals intelligente klei. We kunnen hem heel erg lang uitrekken. Kijk maar. Echt cool. Neptunus. Zo, je kunt hem ook in stukjes trekken. Oeps. Er viel een stukje van af. Het is een soort van drillpuddingachtig iets. Van binnen in ieder geval. Zo ziet het eruit. En wat is jullie favoriet tot nu toe? Ik kan echt geen favoriet meer kiezen. Want er zijn zoveel mooie bij. Dat ik het gewoon niet meer weet. Zeer cool. We hebben deze grote verpakking van de Putty Planets van Amazon. En we hebben ze natuurlijk ook nog los. Die Saturnus die hebben we namelijk laten zien voordat we die hele grote verpakking hadden van alle planeten. En hier hebben we dus de Neptunus slijm. Het is een beetje de vraag wat het is, slijm of klei. Wat vinden jullie? Is het meer intelligente klei of slijm? Laat het maar weten, vooral ook als je het thuis zelf hebt en geef je mening erover. Voor mij is het wel een soort van mengsel tussen intelligente klei en slijm. Slijm is namelijk veel glibberiger. De Putty Planets van Out of the Blue. En dan hebben we nog één planeet over. We hebben Mars nog over. Poeh. En die hebben we dan de volgende keer. En dan zou ik zeggen, dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!